Joke van Leeuwen is voorzitter van PEN Vlaanderen. Deze auteursvereniging ijvert voor vrije meningsuiting en zet zich in voor vervolgde schrijvers. Op 3 mei, dag van de persvrijheid, ontmoeten we haar tijdens een debat op Difference Day. Enkele dagen later verwelkomt ze ons op haar appartement in Hartje Antwerpen. Ja, ik ben Joke van Leeuwen en ik hou mezelf in leven met schrijven, dichten, tekenen en optreden. Ik ben voorzitter van PEN Vlaanderen. PEN Vlaanderen is onderdeel van PEN International, dat is wereldwijd. En daaronder zitten eigenlijk zelfstandige landelijke pens. PEN International is begin jaren 20 opgericht en vrij snel daarna is er ook in België wat begonnen. We hebben geld van de leden, we hebben 160 leden, schrijvers, journalisten, bloggers enzovoort. Een klein deel daarvan gaat naar PEN International, maar de rest is ook voor onze werking. We worden voor de PEN-flat gesteund door de stad Antwerpen, de Universiteit van Antwerpen en tot voor kort ook door de provincie, maar die zijn ermee gestopt. Dus we hopen dat de Vlaamse regering het wil overnemen, want dat kost natuurlijk wel wat. En we proberen ook zelf fondsen te werven. Naast een ledenwerving zijn we nu ook gestart met een penvriendenwerving. Dat mensen die zelf geen schrijver zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in wat we doen of gewoon ons willen steunen, voor een bescheiden bedrag penvriend kunnen worden. PEN Vlaanderen heeft ook een schrijversflat in Antwerpen. Hier vangen ze telkens 6 maanden lang een auteur op die erkend politiek vluchteling is. Momenteel is dat Maxim Efimov, een Russische journalist. Hij krijgt niet enkel een dak boven zijn hoofd, maar wordt ook uitgenodigd op tal van evenementen. Hij is in de problemen gekomen omdat hij een artikel had geschreven waarin hij het had over de verwevenheid tussen de Russisch-Orthodoxe Kerk en de geheime inlichtingendienst. Hij is toen vervolgd, ze wilden hem in een psychiatrische instelling steken en hij is gevlucht toen. Меня зовут Максим Ефимов. Я являюсь гражданским журналистом, правозащитником и блогером. Я родился в Петрозаводске. Это Республика Карелия. Критиковал чиновников, судей, прокуроров, сотрудников ФСБ. Я опубликовал небольшую заметку, 120 слов, в которой указал на связь церкви и государства. И после этого начались оперативно-следственные мероприятия, телефонные разговоры мои прослушивались, и в конце концов было возбуждено уголовное дело. Это законно? Конечно, это противоречит. Я на самом деле не боялся и не думал, что мне что-то угрожает, потому что я верил в силу закона. Maar zijn illusies verdwenen al snel wanneer de strafwettelijke vervolging begon. И вот был обыск. Был обыск ночной. Затем меня попытались... Да, затем меня направили на судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая длилась 5 часов. Я тесты проходил. Всевозможное. Но я уже не помню, какие там. Но у меня было собеседование с докторами, и я был поражен их отношением ко мне. Вот. И эти люди порекомендовали меня поместить в психиатрическую больницу. Ефимов had 10 dagen om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Omdat hij al snel inzag dat hij nooit rechtvaardigheid zou krijgen, besloot hij te vluchten uit Rusland. Я хочу сказать, что вот я не могу вернуться в Россию.
Потому что я вот за эту заметку всего лишь попал в список экстремистов и террористов. То есть меня разыскивает полиция по всей стране. Я очень благодарен Пен-центру Фландрии, который пригласил меня сюда на полгода для того, чтобы я здесь мог работать над книгами, над статьями, над интервью.